Ik ben Marina de Rijken. Nou, ik kom uit Dordrecht en ik sponsor eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang, sinds vorig jaar juni. Ik ben begonnen met één kindje en inmiddels heb ik 9 sponsorkindjes. Als je een aantal kinderen sponsort, moet je keuzes maken. En een van de keuzes die ik gemaakt heb is dat ik veel meer ben gaan fietsen. En uiteindelijk fiets ik met zoveel vreugde. Ja, dan zit ik op de fiets en dan denk ik, hoeveel kilometer heb ik gefietst? En heb ik nu al deze week het sponsorgeld van 1 kind voor 1 maand bij elkaar gefietst? Als je het omzet in een aantal kilometers keer 19 cent. Dat motiveert. Ja, de aanleiding lag eigenlijk in mijn werk. Ik begeleid mensen met een beperking. En daar begeleid ik een echtpaar en die wilde heel graag een goed doel gaan steunen. En al pratend kwamen we op de mogelijkheid bij woord en daad om een kindje te sponsoren. Toen werden zij enthousiast en zeiden, oh, dit is wat we willen. Dan hebben we toch een kindje. En dat heeft mij verder tot nadenken gezet. Wat ik heel veel mooi vind bij woord en daad is dat het een christelijke organisatie is. Dat een kind ook christelijk onderwijs krijgt. Ja, nou, dat is eigenlijk de allerbelangrijkste reden waarom ik voor woord en daad gekozen heb. Het contact met de sponsorkinderen is natuurlijk vooral via het sturen van post. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ik kan het niet allemaal in 1 keer doen. Met 9 kinderen, dan doe ik het in 2 keer. Maar ik stuur wel met regelmaat post. En dan probeer ik een briefje te doen met iets kleins erbij. En daarnaast vind ik het heel erg leuk om naar bijeenkomsten te gaan die woord en daad organiseert voor sponsoren. Omdat ik heel graag de kinderen wil leren kennen en dat voor mij een middel is om iets meer te leren over het land, over de cultuur, over de achtergronden, over de dingen waar ze mee worstelen. De eerste keer dat ik foto's kreeg als bedankje voor een extra gift was heel bijzonder. Maar ook briefjes waarin kinderen iets meer vertellen over wie ze zijn, vind ik heel bijzonder. Een briefje van een meisje die vertelt dat ze zondags vroeg naar de kerk gaat, dat ze het leuk vindt om een bijbelvers in te studeren, om liederen te zingen. Dat zegt zoveel over zo'n meisje en dat vind ik heel erg leuk. Ik ben van delen niet armer geworden. Delen heeft me eigenlijk alleen maar mijn leven verrijkt en is iets heel moois.